Ik heb het wel luxe vanochtend, want ik krijg een kwartier. En jullie krijgen maar 3 minuten. Dus dat is wel bijzonder. En nou ja, Roosmarie Elmting dus. Ik vertel zo wat over mezelf. Maar ik vond het wel grappig, want Bas van HKV en Leo van ons, Waterschap Rijn IJssel, het gebied waar jullie nu zijn, die zeiden van, god, wil jij niet iets vertellen op een inspiratieochtend continu inzicht? Dus ik denk, oh god, wat is dat precies? Nou, vond ik best spannend. Dus dat vind ik nu ook wel. En dat zul je zo wel merken, want ik ben inderdaad een beetje vreemde eend in de bijt. En sinds 5 maanden in het waterschapswereldje actief. En ik vind het geweldig. Dus in die zin hebben jullie volgens mij allemaal hartstikke leuk werk. Om te beginnen, inspiratieochtend. Nou, dat geeft nogal aan dat volgens mij jullie vooral elkaar inspireren. Nou, ik hoop jullie ook een beetje te inspireren. En ik dacht, voordat ik over mezelf ga en toch iets inhoudelijks vertel, vanuit een heel ander perspectief, mag de volgende sheet, Stefan, ja, wil ik zelf ook wel doen. Nou, dat is altijd weer leuk, knopjes. Welke? Pijltje vooruit, denk ik. Eerst even dit. Wie is al geweest? Kijk, de rest. Wie gaat nog? Wie heeft het lef om de vinger op te steken en niet te gaan? Jij gaat niet? Oh, je hebt gemachtigd. Oh, is het al zover? Oké. Oh, die vond dat geweldig natuurlijk. Dat is, en nou, ze ja. Ook tegelijk machtig, dus je was helemaal... Nou, leuk. Maar ik dacht, een bijzondere dag. Dus dit moet ik even laten zien natuurlijk. Daar moet ik het even over hebben. En nou, dan over mijzelf. Al geïntroduceerd als vreemde eend in de bijt. Zo heb ik mezelf ook genoemd, dus wees gerust. Ik voel me niet beledigd. Ik ben bestuurskundige, bedrijfseconoom en bij verschillende gemeentes gewerkt. Vooral in de bedrijfsvoeringskolom, financiën, grondzaken, een beetje PNO, een beetje ICT, van alles gedaan. En de laatste 4 jaar in het sociaal domein, ik weet niet wie de jeugdwet iets zegt, of de wet maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening. Je krijgt allemaal in de kranten wel eens wat mee als het gaat om complexe gezinnen en dat er iets misgaat met huiselijk geweld. Of er wordt een kind door de vader vermoord, heel recent nog. En dan zegt iedereen, waar was jeugdzorg? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, de parallel met een dijk is wel heel ver zoeken. Maar die zou je kunnen zeggen, want als de dijk doorbreekt of er is wateroverlast, dan begint iedereen ook te roepen. En hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wat is er allemaal gedaan? En moet je je ook verantwoorden? Dus in die zin zag ik ook wel weer parallellen tussen waar ik de laatste paar jaar heb rondgelopen in de gemeente Doetinchem. Veel achter de voordeur en complexe situaties hulpverlening gedaan. Niet zelf, maar onze sociale professionals. En waterveiligheid. Dus in die zin, overal kun je wel een parallel zien, omdat het allemaal ook toch mensenwerk is. Inspiratie, zei ik al. Dat woord had ik net rood gemaakt. Wat inspireert mij nou? Dat in wat voor domein ik ook zit, dat ik altijd zoek naar samenhang. Samenhang tussen het verhaal van waarom we de dingen doen. De why. Hoe we de dingen dan doen en wat we dus daadwerkelijk presteren buiten. En dat dan een beetje een logisch verhaal is, dat je dat kunt uitleggen. En dat je niet, als jullie zijn allemaal professionals, dingen buiten zitten doen of moet doen waarvan je denkt, nou, wat is de relevantie, waar doet het toe en ik kan het eigenlijk niet meer uitleggen. En dat is iets wat mij in ieder geval inspireert, waar ik altijd wel naar op zoek ben, van wat is het verhaal en wat vertel ik dan aan de keukentafel als ik met mijn kinderen zit te eten. Of op het spreekwoordelijke verjaardagsfeestje. Nou, jullie zullen allemaal in dat soort situaties zitten, dat je ook moet uitleggen van, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Wat heeft het voor betekenis voor jou? En als iemand dan vraagt, ja, hoe veilig is die dijk eigenlijk? Nou, wat zeg je dan? Ja, wat doen jullie daar dan aan? Dus dat vind ik wel interessant. En toen ik in het sociaal domein begon, wist ik daar eigenlijk ook niks van. En stelde ik ook dat soort vragen. En dat doe ik nu eigenlijk ook. Van, joh, waarom doen we dit met elkaar? En dat vind ik zelf inspirerend om jezelf af en toe die vraag te stellen. En daar een afweging in te maken ook van, kan ik soms dingen ook laten? Als je dan even inzoomt op die why, kennen jullie dat modelletje trouwens? Die Golden Circle, dat is een beetje een hype. Is alweer een beetje passé misschien. Wouter Hart, die heeft dan werken vanuit de bedoeling. Is die bekend? Ja, voor jou wel. Waterschap Rijn IJssel is ermee doodgegooid. Met de bedoeling. Nou, als iedereen zijn eigen bedoeling heeft, dan doen we nog niks samen. Dus in die zin moet je het daar wel over hebben. Maar Simon Sinek vind ik zelf wel een goede gast. Dus dat modelletje, dat is 3 cirkels en is eigenlijk een heel mooi simpel model. Daar hou ik wel van. Simpele modellen. Dus dat...
Nou ja, als ik dan zeg van ja, continu inzicht. Ja, het kan niet zo zijn dat we één keer in de 12 jaar een dijk beoordelen en denken van oké, we gaan hem versterken en we gaan over tot de orde van de dag. Dus dat beeld heb ik erbij. Van ik wil gewoon elke dag weten hoe ons areaal erbij ligt. En natuurlijk het verhaal gericht op het voorkomen van wateroverlast, het houden van droge voeten, het voorkomen dat we niet verdrinken met elkaar. Althans, dat die kans heel klein is, hè? 1 op de 100.000. Dat is ook heel bizar als je dat op een verjaardagsfeestje moet zeggen trouwens. Ja, wat is jouw kans om te verdrinken in Nederland? Ja, het basisveiligheidsniveau is dat het 1 op de 100.000 is. Zeg ik het goed, Leo? Ja. Dus dat vind ik wel frappant. Natuurlijk ook schade beperken, dat is dan nieuw wat wij hebben toegevoegd. Ja, hoe hou je daar dan zicht op? Wie bepaalt die schade dan? En zo, dus dat is allemaal wel heel spannend. Daar hebben we ook hele ingewikkelde modellen voor. Ja, dat we ook op het verjaardagsfeestje kunnen vertellen. Nou, wat we elke dag doen, dat draagt daar ook aan bij. Dat die dijken veilig zijn en dat we droge voeten houden. En dat het ook zinvol is wat we doen. Dat het ook een beetje kostenefficiënt is. Uiteindelijk ja, is het toch belastinggeld wat wij met elkaar ophalen. Het is toch een paar miljard, volgens mij, als ik kijk naar Nederland. Dus ja, dat je dat een beetje slim doet en een beetje efficiënt. En uiteindelijk, en dat is weer de link met het sociaal domein. Ik had het net over huiselijk geweld of zo'n kind wat niet veilig is in een gezin. Je wilt onzekerheid reduceren. Je wilt weten wat er gebeurt. Je wilt je areaal kennen. En bij zo'n gezinssysteem waar ik het straks voorbeeld over gaf, dan is het ook heel belangrijk dat je weet dat je een relatie hebt met het gezin, dat je het gezin kent, dat je weet in welke netwerken ze fungeren, wat voor een verhaal daarachter zit. En dat je dus ook, als er iets gebeurt, iets onverwachts, want je kunt niet alles voorkomen, dat je snel kunt acteren. Dus als je basis goed is, in dit geval in onze situatie het areaal goed kent, een beetje slim de dingen meet en weet, volgens mij kun je dan ook beter handelen als er echt wat aan de hand is. Goed, klopt dat, denken jullie? Kun je het nog volgen wat ik vertel? De vreemde eend in de buit, ja? Het slaat nog een beetje aan, als van hoor ik graag steek van je hand op hoor. Dus het in controle zijn, dat was ook volgens mij in de tekst, ja, ik weet niet of jij geschreven had, van de moderne waterbeheerder is in control. Ja, dat is ook zo'n hype waar we in zitten, van in control zijn, ja, wat is dat dan? Dus als ze mij vragen, ja, ben je in control, heb je alles onder controle? Dan zeg ik, ja, voor zover mogelijk. Nou ja, dus dat is ook wel iets wat je ziet over de domeinen heen. En je ziet ook over de domeinen heen een risicoregelreflex als er dan toch iets gebeurt. Dit vond ik gewoon leuke plaatjes. Vooral Fok en Suk is altijd leuk. Maar goed, dat is een beetje het opmaatje, die plaatjes naar de overtuiging die ik wel heb. Dat het een gaat om een samenspel tussen mens en techniek. En in deze sector, de waterschapssector, watermanagement, is de techniekfactor veel hoger dan in het sociaal domein. Want dat zijn gedragswetenschappen. Maar dan nog zoek je ook naar evidence-based interventies, naar goed onderzoek, weten wat je doet, kijken wat het effect is, evaluaties. Daar zijn we in de jeugdzorg ook mee doodgegooid, maar het is een heel ander vak. Hier heb je hem veel tastbaarder. Je kunt meten en dan weet je het ook. Hoewel, soms ook de vraag. Maar ik vind heel belangrijk die samenspel tussen mens en techniek, dat je dat verhaal kunt uitleggen. Dat je ook nog een beheerder van een dijk die het gebied kent, die in het gebied rondloopt dagelijks, serieus neemt. En niet alleen maar hoeft te vertrouwen op grote expertsystemen. En dat je vervolgens ook in staat bent om die kennis te ontsluiten. En ook single point of truth weet te hanteren. Dat we een beetje uitgaan van dezelfde data, van dezelfde klimaatmodellen bijvoorbeeld. Van dezelfde, nou, noem het maar op, parameters. Dus ja, dit vind ik wel zo'n driehoek. Ja, Leo heeft hem ontworpen, dus dank daarvoor. En dat vind ik in elk domein van belang. Dus een goede samenhang, laat ik het maar even in mijn woorden zeggen, tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk, uitvoeringspraktijk. Nou ja, dan heb ik één voorbeeldje tot slot, want dat is leuk, want ik in die 5 maanden ben ik al heel veel rond geweest. En vorige week stond ik samen met Stefan, die was aan het filmen. Op de meest gênante momenten, maar goed, stonden wij bij het Twentekanaal. Daar hadden we namelijk het verticaal zanddicht geotextiel waar we aan het aanbrengen. Alleen was de machine even vastgelopen. En met de projectoverstijgende verkenning piping. En dat vond ik wel heel leuk. En ik breng hem hier in, omdat we daar heel erg keken naar van oké, hoe wordt dat spul nou in de grond gebracht?
En hoe weten we nou dat het goed zit? Dus als je het hebt over data, monitoren, faalmechanismen tijdens de aanleg. Dat was heel erg zo'n ding. En vervolgens kwam ook de vraag aan de orde van ja, dan ligt het er. En dan zit het diep onder de grond, geloof 3 meter diep of zo. 4 meter diep, 6 zelfs. Ja, hoe weten we dan dat het werkt? En dat het blijft werken en dat het over 10 jaar ook nog werkt. Ja, dus hou daar maar eens continu inzicht op. Ons areaal verandert. Naarmate we meer innoveren, gaan we ook dingen doen die we best spannend vinden. Dus dat vind ik wel, wel grappig. En ik dacht meteen ook van, ja, hoe goed kennen we onze oude dijken nou eigenlijk? Ook diegene die we nog niet beoordeeld hebben. Dat is misschien soms ook maar een beetje op gevoel, dat weet ik eigenlijk niet. Dus de samenhang tussen meten is weten en het beheerdersoordeel, ja, die gaat misschien wel verschuiven. Ik denk dat data steeds meer een rol krijgen in alle sectoren, maar dat we moeten oppassen dat we daar niet in doorschieten. Nou ja, dat vond ik wel een leuk voorbeeld. En wat daar heel nadrukkelijk aan de orde kwam, is dat je multidisciplinair moet kijken. En toen ging er ook een wereld voor mij open. Ik denk, god, we hebben dus geotechniek, geohydrologie en geologie. En misschien nog meer geo's, dat weet ik niet. Daar kijk Niels even aan. Hebben ze dan? En toen zei de programmamanager van de POF Piping, het gaat om het goed toepassen van de geodriehoek. Nou, wie heeft die niet gehad op de basisschool? Dus ik denk, hé, nou begrijp ik hem weer. Dat verhaal kan ik weer uitleggen. Dus aan de keukentafel ga ik tegen mijn kinderen zeggen, nou moeten we de geodriehoek goed toepassen. Dan kunnen we innovaties in ieder geval toepassen. En kunnen we in de gaten houden wat er onder de grond gebeurt. En nou ja, dat vond ik wel een mooi inzicht. Ja, dat was mijn bijdrage. Mooi. Dankjewel.